Goedemorgen iedereen. Wel, ik zit hier uh, met mijn kopje koffie. Uh, we gaan bladzijden 4 en 5 lezen van het boek uh, The Fault in Our Stars. We waren dat beginnen te lezen in het Nederlands. Ik zit hier wel een beetje in een moeilijke positie, want dus mijn computerscherm is kapot. Ik moet onmiddellijk binnen. Zo gauw ik klaar ben met deze video, ga ik proberen het laten te repareren. Maar ik zit dus met een dubbel scherm. Ik lees dus de tekst op mijn grote scherm. Maar voor jullie maakt dat veronderstel ik niet zoveel uit. Voor mij is dat een beetje moeilijker. Um, Oké, okay, en dus uh, we beginnen bij bladzijde 4. Heb ik al gezegd dat we nog met 25 zijn, of al met 25, want we zijn best pas begonnen met het boek. Um, maar dus ze, ze was naar de dokter geweest, dat meisje. En dus haar My Regular Dr. Jim, haar normale dokter Jim. Who agreed that I was veritably swimming in a paralyzing and totally clinical depression? Zo, so, uh, Dus die dokter Jim, die, en to agree is akkoord gaan, die akkoord ging dat ik uh, was swimming, dat ik aan het zwemmen was en veritably dus echt aan het zwemmen was, in een verlammende en totaal klinische depressie. Dus haar huisdokter constateert uh, een depressie bij haar en that therefore my meds should be adjusted and also I should attend a weekly support group. En dat daarom mijn meds, dat zijn dus ja medicamenten of geneesmiddelen, should be zouden moeten adjusted aangepast worden. Dus die be is worden. Um, ja, en ook ik should. En should, dat is wel belangrijk om dat te noteren. Dat is dus ik zou moeten attend. Attend betekent deelnemen aan. Dat is ook wel belangrijk. To attend, to attend a meeting, to attend a class. Dus dat ik zou moeten bijwonen of deelnemen aan een wekelijkse steungroep. Weet je, je hebt zo van die praatgroepen hè, voor mensen die een beetje depressief, depressief zijn, sorry. En dus um, ze zou daaraan moeten deelnemen, zegt haar dokter. This support group featured a rotating cast of characters in various states of tumor-driven unwellness. Dus deze steungroep of praatgroep, wel featured, hoe gaan we dat, uh, ja, ik zou zeggen, telde een uh, roterende groep van personages in verschillende staten van tumorgedreven onwelzijn. Dus wie zat er allemaal in die groep? Want dat is dus een hele groep mensen. Die, ja, die allemaal een tumor hebben en die dus zich allemaal onwel voelen daardoor. En dus, daar zitten verschillende personages in. Why did the cast rotate? Waarom draaide of roteerde de, de, de groep? Ja, waarom dus roteren, dat wil zeggen, ja, waarom kwamen er altijd weer nieuwe mensen in de groep? A side effect of dying. Een bijeffect, een, een, een bijverschijnsel van sterven. Ja, als er mensen sterven, komen er nieuwe in de groep. Ja, het lijkt een beetje luguber, hè, maar toch is het een heel uh, aanmoedigend boek. The support group, of course, was depressing as hell. De steungroep, natuurlijk, was deprimerend as hell. Ja, zoals de hel. Maar ja, soms kan je daar ook een. een uh, was verdorie-deprimerend, um, dat kan je ook zeggen. I met every Wednesday in the basement of a stone-walled Episcopal church, shaped like a cross. Dus het, het, dat is dus die groep, ontmoeten elke woensdag in de kelder van een, ja, een kerk, een church, een kerk, een Bischoppelijke kerk, dat is een, ja, een soort kerk. Hè. Um, stonewalled, dus met stenen muren. Shaped, shape is een vorm, en dus shaped, gevormd als een kruis. Dus die kerk was in de vorm van een kruis. We all sat in a circle right in the middle of the cross. We zaten allemaal in een cirkel... Helemaal in het midden van het kruis. Ja, dus op de grond. Hè, dus dat, is die, dat gebouw is in de vorm van een kruis. En hun groep zit daar helemaal dus in het midden. Where the two boards would have met. Waar de twee planken. Hè, als dat een echt kruis zou zijn. Waar de twee planken. zouden hebben ontmoet. Of zouden samengekomen zijn. Maar het, er staat letterlijk. Um, Waar de twee planken zouden hebben ontmoet. Where the heart of Jesus would have been. Waar het hart van Jezus zou geweest zijn. Oké, okay, ja, wat je nu ziet in het Engels zijn alle, al die uh, passé composé. Dus al die, ja, ik moet niet zeggen passé composé. Al die verleden tijden, die hebben allemaal hebben en nooit zijn. En dat is iets dat. In Nederlands hebben we dat in het Frans, maar dus in het Engels is dat altijd hebben. I noticed this because Patrick, the support group leader, and only person over 18 in the room, talked about the heart of Jesus every freaking meeting. meeting sorry. Ik, uh, I noticed, ik merkte op, ik merkte dit op, omdat Patrick, de leider van de Steungroep en de enige persoon boven de 18 in de zaal sprak, talked, sprak over het hart van Jezus. Elke, ja, elke meeting, elke bijeenkomst, elke freaking, misschien kunnen we zeggen elke verdomde uh, meeting, bijeenkomst. All about how we, as young cancer survivors, were sitting right in Christ's very sacred heart, sacred heart, and whatever. Dus alles over hoe wij als jonge kankeroverlevers overle ja, overleven, were sitting. Huh? We we zaten exact in um, het heart, in het heel. heilige hart van Christus. En wat dan ook. Whatever. So here is how it went in God's heart. So here is hoe het ging in het hart van God. The six or seven or ten of us walked, wheeled in. De zeven, oh sorry, de zes of zeven of tien van ons stapten of rolden binnen. Ja, sommigen zitten waarschijnlijk in een rolstoel en dus die rolden binnen. Graced at the decrepit selection of cookies and lemonade. Uh, Graced, dat wil dus zeggen uh, grazen. Ja, grazen. Normaal, normaal doen koeien dat, hè? grazen. Um, maar um, ja, hier is dat dus, wij knabbelden op de decrepit selection. Dus de, wat zal ik zeggen, de vervallen uh, selectie van koekjes en limonade. Sit down in the circle of trust. We zaten neer in de cirkel van vertrouwen. And listen to Patrick recount for the thousandth time his depressingly miserable life story. En luisterde naar Patrick... To recount is dus uh, hervertellen voor de duizendste keer zijn deprimerend, uh, miserabel uh, levensverhaal. Oké? Okay? Ik hoop dat jullie volgen. Ik hoop dat het meevalt. Uh, het is nog niet zo moeilijk, denk ik. We zijn bijna op het einde van de vierde bladzijde. How he had cancer in his balls hoe hij kanker had in zijn. Mm. Je kan wel raden wat dat is. Er zijn bepaalde woorden die ik niet uitspreek, want we zitten wel op YouTube. En je wordt dus heel snel gecensored. Dus je kan wel raden wat dat is. Waar hij kanker had. And they thought he was going to die. En ze dachten dat hij was going. Hij ging to die sterven. But he didn't die. Maar hij stierf niet. En nu hier he is en nu hier is hij een full-grown adult in een church basement in de 137 th nicest city in Amerika. Dus een, ja, een volgroeide volwassene in een kerkkelder in de 137 ste uh, vriendelijkste stad in Amerika divorced, gescheiden addicted to video games verslaafd aan videospelletjes mostly friendless Less, ja, dat is een beetje zoals roos, eh, loos, sorry, loos, dus zonder hè. Uh, mostly wil zeggen voor het merendeel zonder vrienden hè. Vriend, vriendenloos Aking out a meager living. Ja, aching out. Ja, dat is eigenlijk een werkwoord dat je niet bepaald moet kennen. Maar dat betekent dus um, um, bijeenscharrelend een, mager, een magere kost. Living. Ja, dat is dus het salaris waarvan je leeft. Hè? Een magere kost. Ja, en nu moet ik zien dat ik op de tweede bladzijde geraak, de bladzijde 5. Tadam. By exploiting his cancer-tastic past, door uit te zijn kankerachtig verleden, slowly working his way toward a master's degree, um, traag werkt hij zijn weg naar een een masterdiploma. That will not improve his career prospects. Dus dat masterdiploma, dat niet zijn carrière vooruitzichten will improve, zullen verbeteren. Waiting, wachtend, as we all do, zoals we allemaal doen, for the sword of Damocles, voor het zwaard van Damocles, to give him the relief that he escaped. Lo, those many years ago. Um, dus om hem te geven de opluchting dat hij ontsnapte. Ja, die lo, dat is, ja, in Nederlands denk ik dat je zo'n zo tussenwerpsel, sorry, ga je misschien zeggen, zie. Zie uh, zo'n um, vele jaren geleden. When cancer took both of his nuts, but spared what only the most generous soul would call his life. Dus um, die kanker die nam beiden van zijn noten hè, en je weet nu wel waarover het gaat, hier staat nuts, maar je weet wel waarover het gaat, maar spaarde wat alleen de meest gulle ziel zou noemen zijn leven. Dus die Patrick die babbelt maar over zijn miserabel verleden. En uh, voilà, dat hij altijd uh, met kanker heeft geleefd. En dat uiteindelijk hebben ze dus uh, ja, een aantal dingen weggenomen van hem door de kanker. Uh, maar hebben hem gespaard, wat je eigenlijk nog wel kan noemen, zijn leven. Maar dat toch wel uh, blijkbaar miserabel is. Als we de tekst moeten geloven: And you too might be so lucky. En jullie ook might be, zouden kunnen zijn. Uh, zo gelukkig? Ja, maar lucky betekent eigenlijk niet gelukkig. Dat is eigenlijk geluk hebben. Dus eigenlijk staat er, uh, jullie ook zouden zoveel geluk kunnen hebben. Then we introduced ourselves. Dan en, dus, dus to introduce is zichzelf voorstellen. <coughs> Sorry. Dan stelden we ons zelf voor. Name, age, diagnosis. Dus naam, leeftijd, diagnose en how we're doing today en hoe we doen, dus hoe we het stellen vandaag. I'm Hazel, I'd say when they get to me. Ik ben Hazel en dan I'd die D hier, dat is eigenlijk het woordje would zou. Ik zou zeggen wanneer ze zouden tot bij mij komen, 1616. Thyroid originally, but with an impressive and long-settled satellite colony in my lungs. Dus uh, thyroid, sorry, dat is de schildklier, was het oorspronkelijk, maar met een indrukwekkende en um, lang-gesettelde uh, kolonie van satellieten. Dus eigenlijk satellieten, dat zijn eigenlijk uit... Uit, hoe noem je dat ook alweer? Um, uitzaaiingen. Ja, zo noem je dat. Dus een kolonie van uitzaaiingen in mijn longen. And I'm doing okay. En ik stel het oké. Okay. Once we got around the circle, Patrick always asked if anyone wanted to share. Eén keer dat we rond de cirkel waren... Ja, die dus God komt van het werkwoord get, en dat kan heel veel dingen betekenen. Kan je voor heel veel dingen uh, gebruiken. Hier is het eigenlijk ja gewoon waren. Nou, dus een keer weer rond de cirkel waren. Vroeg Patrick altijd of iemand wilde delen. Hè? Wil je iets delen met de groep? En then begin the circle jerk of support. En dan begon, ja, en dit woord hier, hè, je kan dat even googelen, uh, dat wil ik ook niet hardop zeggen in, um, in, uh, you, on, op YouTube, maar dus we gaan zeggen, en dan begon het toertje uh, van steun. Ja, een beetje, ik denk dat, dat ze hier wil zeggen, het klaagtoertje. Everyone talking about fighting and battling and winning and shrinking and scanning. Iedereen pratend over vechtend en strijdend en winnend en in elkaar krimpend en scannend. To be fair to Patrick, he let us talk about dying too. Um, dus om eerlijk te zijn, naar Patrick toe, liet hij ons ook, en dat is de too, ook Praten over sterven. But most of them weren't dying, maar de meeste van hen waren niet aan het sterven. Most would live into adulthood, as Patrick had. De meeste zouden leven tot in hun ja, volwassenheid, zoals Patrick had, ja, had gedaan, maar is dat alleen de had? In het Engels kan je dat doen, alleen het hulpwerkwoord gebruiken. Which meant there was quite a lot of competitiveness about it. Wat meende of wat betekende, dat er was tamelijk veel concurrentie uh, daarbij, about it, daar rond. With everybody wanting to beat, not only cancer itself met iedereen die wilde verslaan to beat, verslaan. Niet alleen kanker zelf, maar ook de andere mensen in de room, maar ook de andere mensen in de zaal. Op en al bijna klaar, jongens, kijk. Like, I realize that this is rational. Zoals, ik besef dat dit irrationeel is. But when they tell you that you have say a 20% chance of living 5 years the math kicks in and you figure out that's 1 in 5 maar wanneer ze je vertellen dat je hebt say laten zeggen een 20% kans op leven op vijf jaar leven eh uh, En dan hebben we de maat kicks in. Dus de maat math, is mathematics, dat is dus ja, het tellen begint. Je begint te tellen, je begint uit te rekenen. En je bekomt dat dat is 1 op 5. So you look around and think. Dus je kijkt rond en denkt, as any healthy person would, zoals elke gezonde persoon. Ja, zou doen, maar dus in het Engels kan je alleen zeggen, would alleen het hulpwerkwoord. I got the outlast. I, sorry, ik herbegin. Het is omdat ik mijn beugeltje heb. Hè. Ik, ik ga proberen goed te articuleren. I got the outlast for of these bastards. Dus wat denkt dan? Wat zou elke gezonde persoon denken? Ik, ik moet. Dit is I got it. I have to. Hè. Ik moet. Outlaws betekent overleven. Vier van deze, ja, wat zullen we hier zeggen, misschien rotzakken. Oké? Okay? Je moet een beetje opletten met de woorden die ik zeg om niet van YouTube verbannen te worden. Oké okay, jongens, um, ik hoop dat dat jullie iets geholpen heeft, dat je het fijn vindt, dat je het leuk vindt. In elk geval, het waren twee volle bladzijden. Um, ik hoop dat ik jullie met deze tekst volgende week weer zie. We lezen weer twee bladzijden. En ik hoop dat mijn computer dan terug werkt tot heel binnenkort en een hele fijne vrijdag en dan een fijn weekend. Dag.